fenêtre-là. Hein? La Joanne. Ouais. Non, non, là. L'estació, Josefina. Links voor u ziet het hoofdstation van Groningen. Gebouwd in 1895 door Kosjo. Hij had de gewoonte om allerlei verschillende bouwstijlen door elkaar te gebruiken. Het ging duidelijk zichtbaar is aan de verschillende gevels. Kanaal. Deze kanaal was vroeger een stadkracht die später kanaliseerd wurde. Om die 7 streets or districts. The street to the left is called Butterbackersreich, the Butters Row, because a row of butters used to live here. In Groningen there is also an Uurwerkersgang, the Clockmaker's Lane, the Speeldermakersgang, or Pinmaker's Lane, and Stoeldraaistraat. Here fahren wir zwischen Hoge und Lage der A. Here we are sailing between the Hoge and Lage der A, or higher and lower A keys. U ziet aan weerszijden veel pakhuizen. Groningen is hier aan zeer rijk en het zijn vooral graanpakhuizen. De vissersbrug voor ons kreeg zijn naam door de vissersschepen die hier hun vis losten. De vis werd in het stadsdeel rechts van de brug verkocht. Men noemt dit deel nog steeds de vis van antiquiteiten. Rechts zien ze een huis. Aan de façade is dat schild antiquiteiten. On the right, you can see a house with a sign in the facade which says Antiquiteiten. Op de eerste verdieping ziet u twee bolle ramen. In de vensterbanken hiervan zijn gaten om te kijken wie er voor de deur staat. Spionnetjes met mensen. Im ersten Stock sehen Sie zwei kugelförmige Fensterscheiben. In den Fensterbänken sind zwei Löcher, wodurch man sehen kann, wer unten vor der Tür steht, Spione genannt. On the first floor, you can see two spherically shaped windows. There are spy holes in the windowsills to see who is at the door. Vierde huis links, een anker op zijn trapgevel. Het huis daarnaast heeft een vlaggenmast en een kraaiennest op het dak. Op het dak des vierten hauses links steht een anker. Das Haus daneben hat einen Flaggenmast en een kraaiennest op het dak. The fourth house on the left has an anchor on the top of the step gable. The house next door has a flagpole in a crow's nest on the roof. Daarnaast staat een huis met een zeilschip als windwijzer op het dak. Dit huis heeft een eigen gemaakt kaloon met 12 klokken en 24 melodieën. Op de meeste huizen staat een zeilschip aan de linkerkant. Het staat aan de barcos reeds. Dadelijk rechts ziet u de muur van het Prinsenhof, gebouwd in de 12e eeuw. Het wordt zo genoemd omdat het eens de residentie van de prinsen is geweest. In die tijd heeft men er een rozentuin aangelegd, die nu nog in dezelfde vorm bestaat. Aan de binnenkant van het poort is nog een zonnewijs te zien uit 1731. Die mauer rechts gehört zum Prinsenhof. Diese ist im 12. Jahrhundert. Mira, al restaurant. Josefina, mira. Links ziet u een huis met een paardje in de voorgevel. Dit paardje is nog een embleem van een voormalige bierbrouwerij. Links zien ze een huis met een pferd in de façade. Dit is het firmenzeichen einer ehemaligen bierbrouwerij. On your left, you can see a house of the tree. Ah, bueno, ja m'agrada, però és calent això. Sí, n'ha sobrat i te l'he guardat per tu. I si de cas la ficarem amb una ampolla de vidre en aquelles que tenim i te la veus a mar, això, eh? La veus a posar uns dies. A la nevera, eh, Laia? Vale. Doncs això ja és un dia que tens un menú per menjar. Pensa que la sopa de català, eh? Ah,
saltats un altre cop. Això no farà llum per sola, ja, eh? Això és molt decoratiu, però llum per estudiar i per treballar no te'n farà, eh? Però és igual, és decoratiu i m'endureu a Barcelona. Sí. I les llumetes com es posen? Bueno, per la nostra filla Laia, jo passi de puta mare per el meu mujer, la gran mujer. Per què és vídeo, això? Sí. Pensava que era foto. Era que era molt guapa. Saluda. Jo ho té. Sembla cervesa, això, però xocolat. Boníssim. Ah, aquests primers. 8 graus, 4. Aquest és 4. Quan vulgueu, eh? Adéu. No, porta-me-la. Hòstia, quantes bicis, tu. On està la botiga de les ulleres? Perquè jo ho sàpiga. A la plaça que acabem de passar. A la plaça que acabem de passar? Sí. Però de què és la botiga? És com un xinus enorme. Ah. Es diu Solo. Nenes, mireu cap aquí. Josefina, mireu. Gireus. Estem apurant les últimes hores de Groninger. Però les verdures fregides? Una mica fregides perquè sort era tot bullit. Vale. Que també és bo si queda tot bullit. Però que l'esbergínia bullida no, ha de ser fregideta l'esbergínia. Com en posis. Vale. Sofina, vés cap als bolets, vés a conservar els bolets. Vés. Sí. Ja està, això, oi? Sí. Com ho veus, Joan? Mira com si Sí, ja m'ha fatal, però no. Comprem un altre candau ara, vale? Què, com vas? Bé, vine cap aquí que m'ho anava a bici. Però em passa. No.
I això és el súper de... Xulo, això és. Mira, un canal, Joan, un altre. Hòstia, sí, doncs.